Het geluk, daar hoort natuurlijk de liefde bij. De liefde voor je kinderen, de liefde voor jouw vrouw natuurlijk. En wij zijn alle drie een soort luf zoals we hier zitten. Altijd op zoek naar dat luf, naar dat gevoel. Waar heb je haar leren kennen? Ik heb haar leren kennen in Amsterdam in 2005. Via. Ik heb daar een mooi nummer over geschreven. Slaap lekker, fantastisch toch? Dat is zeker, eigenlijk een korte beschrijving over hoe ik haar ontmoet heb. Via een huisgenoot van mij, waar ik destijds mee woonde. Die kende haar. En wij gingen uit. En ik was voor haar gevallen. Wij gingen uit met een groep. En daar zat zij bij. Zij integreerde mij. Okay. Haar humor, haar levenslust, haar intelligentie. Mm-hmm. En haar buitenkant natuurlijk. Prachtige krullen. Dus ik was wel verkocht. Ja? Ja. Had ze dat snel door? Zij was ook wel enigszins geïnteresseerd in mij. Ja. Dus zij had het wat door. Toen hadden we wat contact. Een sms'je her en der. En toen hebben we afgesproken met z'n tweeën. Vanaf toen 11 april 2005 zijn we bij elkaar. Oh, wauw. Jeetje. Ja. Weet je nog... daar ben ik zelf altijd erg in. Hoe heet ze? Dagmar. Weet je nog de woorden die jij gebruikte om haar uit te nodigen voor een eerste date? Want dat is spannend. Volgens mij heeft mijn vriendin in een opschrijfboekje nog de eerste sms-conversatie staan. Dus ik zal het even moeten navragen. Wat mooi. Maar het was een soort van semi-humoristisch bedoeld. Wat ik ook tegenkwam, wat mij verwonderde eigenlijk, is het vaderschap. Dat overviel je. Ja, ik leerde dus Dagmar kennen in 2005. En in 2008 gingen wij samen wonen. Ik denk nog niet eens een maand of 3-4 later of zo. Het samenwonen was een redelijke stap. Toen bleek zij zwanger. En dat was van jou ook? Ja, denk ik. Nou ja, dat is 9 belangrijk. Jaar voor de gek gehouden. Ja. Ja, hij zag er toch wat anders uit. Nee, maar... Dus dat was wel even schrikken. Ik had dat wel in mijn hoofd in ieder geval een stuk later. Misschien zoals wat meer mannen dat hebben. Maar ik had dacht van... Nou, ik ben nu pas 28, 29. Ja. Misschien 3, 4, 35 dan. Ja. Dus rustig erover nadenken. En ik had ook het gevoel dat ik nog niet was waar ik wilde zijn in mijn muziek. Mm-hmm. Dus dat was wel even... Het was kortom niet echt gepland dus. Nee. Dus en zij was wel heel erg vastbesloten om het te houden. En ik was niet in eerste instantie gelijk heel erg blij. En dat was natuurlijk ook heel moeilijk. Omdat zij op een soort roze wolk zat. En meer in mijn twijfels en mijn angsten. Heb je dat verstopt voor haar? Deels wel, ja. Deels ook over de tijden wel. En toen hij werd geboren, dan word je overvallen door een onmetelijke hoeveelheid liefde, waarvan je niet wist dat je het in je had. Ja. Dus dat is, maar ik heb het met de jaren ook wel moeten leren, denk ik. Het ouderschap. Ik denk dat je alles moet leren. En als ik dan ook andere mensen daarover sprak, dan kreeg ik ook vaak verhalen van, het is inderdaad een van de allermooiste dingen die me ooit is overkomen. Maar tegelijkertijd ook een van de meest allerintenste dingen. En met alle moeilijkheden die erbij horen. Het is gewoon een enorme spiegel die je voor je hebt. En, maar goed, zoals met alle dingen die het waard zijn, is dit ook meer iets waar dan je had verwacht eigenlijk. Waar je voor moet vechten. Ja. Ja. Af en toe. Klein wordt groot, groot wordt klein. Dat gaat, neem ik aan, van je eerste zoon. Ja, kleine mannen worden groot, grote mannen worden klein. Je ligt in bed, je doet je ogen open, je hoort iets in de kamer ernaast, licht aan. En dan pak je hem vast, dan gooi je hem over je schouder, een knuffel. En dan, dat is helemaal... en het is ook gewoon iedereen die voor de eerste keer ouder wordt. Het is een onbeschrijfelijk, niet te bevatten gevoel wat er dan gebeurt. Nee. Iets wat je niet kan uitleggen. Ja. Nee. En met een tweede ook, maar... Ja, minder, want je hebt het al iets... Ja. Ja, je bent er een beetje aan gewend, natuurlijk. Ja. Je bent er weer vergeten. Die was overigens wel gepland? Ja, die wel. Ja, mooi. Over plannen gesproken. Je bent natuurlijk ook met muziek bezig. En ik ben eigenlijk vanaf het laatste moment... Ik ben als laatste echt fan van je geworden eigenlijk. Dat komt in de eerste instantie door die internationaal klinkende single... De Zon Op. Mm-hmm. Ik wil zo meteen even van je horen hoe dat nou tot stand is gekomen. Want dat schud je niet zomaar uit je mouw namelijk. Maar we willen hem eerst even draaien. Ja. Ja, sorry, excuses voor het intro. Er zit even iemand doorheen. Hey, mijn naam is Digi Dex en je luistert naar Kukur in de middag. We dansen de zon.